Ik zie niet in waarom dat wij ons druk moeten maken. Ik denk dat het eigenlijk een cadeau is voor Cercle Brugge zijnde dit seizoen. We hebben ons in de positie gezet om te kunnen challengen. Het zit ook in onze DNA. Als je ziet hoe dat onze prestaties zijn en als je ziet hoe dat we acteren en ons elke weekend presenteren tussen de lijnen, dan is het alleen maar de verdienste van Hans de Groep dat we 3 wedstrijden voor het regulier einde nog altijd in de running zijn. En ik denk dat Cercle Brugge absoluut niet van moeten is dat de druk bij Henk ligt, dat de druk bij Charleroi ligt. Ja, zeker, onze focus is er nog absoluut en we zitten in goede vorm. En het is aan ons om die vorm te blijven behouden en wedstrijd per wedstrijd bekijken. Ik heb het vorige week ook gezegd, dat verandert niet. Ik denk, nogmaals, het zit in de DNA van ons als Cercle Brugge zijnde om altijd te blijven vechten. Als je ons ziet spelen, dan zie je ook dat we met veel druk spelen. En het is leuk en alleen enkel en alleen onze verdiensten dat we 3 wedstrijden voor het einde kunnen zeggen. We gaan een wedstrijd aanvatten tegen Charleroi, op Charleroi. En we gaan absoluut de challenger zijn, zeker weten. Ja, zoals ze zegt, een heel stabiele ploeg. Ik denk dat ze al heel het seizoen in de top 8 of top 9 staan. Spelen vrij aanvallend ook. Dus ze hebben zeker en vast kwaliteiten. Dus we gaan heel vast op ons goede moeten zijn. We hebben ook opnieuw de analyses gemaakt. We weten waar dat er eventueel een paar mogelijkheden liggen voor ons. En dan is het aan ons om dat ten volle te gaan uitbuiten daar. Ik denk dat we vol onze eigen kaart moeten trekken in deze wedstrijd. We hebben niets te verliezen. We hebben alles te winnen. En dat gaan we ook proberen te doen.